Goedemorgen, middag of avond, wanneer je deze video ook kijkt. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag en wij staan op het punt om even naar de stad te gaan. Want ik moet natuurlijk terug met die Scapino schoenen, want daar zit het alarm nog aan. En we waren vanmorgen in een probleem terechtgekomen. Wat een niet logische zin. Dat nou bijna geen broeken meer past. Ik vond al dat zijn broeken heel erg aan het afzakken waren. En vaak als dat zo is, dan groeit hij in de lengte. En eigenlijk is alles te kort. Dus ik ga ook even kijken of ik broeken voor Nout kan scoren. En Stef moet naar de kapper. Oftewel, we hebben een heel programma. Ik neem jullie mee. Doe je Morrison haar vandaag? Ja. Zo hé. Ik ben een goede kapper. Je bent zeker een goede kapper. Papa moet naar de kapper vandaag. Ja? Ja. Ben ik ook? Nee, jij niet. Nee? Nee, want de vorige keer ben jij zo kort geknipt. Kan je nog wel even vooruit kappen? Toen ging je kappen met de tondeuse en toen draaide jij per ongeluk met je hoofd, hè? Foutje, kan gebeuren. Zo. Klaar, man. Zullen we de jas aan doen? We zijn er klaar voor, hè? Het is koud buiten, dus we hebben lekker warm sjaal om en de muts op. Hi, Morris. Hi. Nou, kom, let's go. Nou, we zijn weer thuis en dit is wat we voor Nout scoorden. Allemaal bij H&M. Deze leuke trui was €12,99. Deze gestreepte ook. Donkerblauw met wit. Natuurlijk rood, want dat is Nout's lievelingskleur. Een blouseje. €8,99. Ik denk staat ook weer leuk onder deze trui bijvoorbeeld. Deze groene trui met een soort weefding erin. Was €16. En broeken natuurlijk, waar we voorheen gingen. Allemaal leuke cargootjes. Een groene. Deze is onderaan niet smal. Een donkerblauwe, die is onderaan wel smal. En deze vond ik het allerleukst. Gewoon een spijker. En sokken, gewoon basic. En deze is met dino's, maar zit dus ook wel basic bij. En voor beide jongens een kersttrui. Voor Morris deze. En Nout wou een rode trui met dino's. Dus daar hebben we maar een rode kersttrui met dino's van gemaakt. Ik dacht, dat is leuk met een spijkerbloesje eronder voor de kerstdagen. Hysterisch, maar goed. Ook wel weer heel erg geinig. En Stef was ook leuk geslaagd bij Shubi. Die had deze trui. Staat op een achterkant printje. En een mooi colletje met een werkje erin. En zo'n oversized kabeltrui met een colbert jasje. Vet leuk. Niet heel goedkoop. Maar dat hoeft natuurlijk ook niet altijd. Maar wel echt super leuk. En dan heeft hij er even weer drie truien en een jasje bij. En nu wil ik voor de jongens alleen nog graag voor de kerstperiode, hoe noem dat? Colbertjes. Maar ik dacht, dat ga ik via Vinted shoppen, want ja, hoe vaak hebben ze colberts aan? Niet zo vaak, maar ik vind het wel heel leuk voor kerst. Dus die ga ik nog even proberen te scoren deze week. Ik ga nu even snel het huis fatsoeneren, zodat we zo nog even op bezoek kunnen ergens en... Want we krijgen vanavond oppas, want we gaan dus uit eten. Nou, het is allemaal weer gedoe. Ik praat veel, we gaan wat doen. En ik kreeg deze dus vanmorgen van mijn schoonvader. Kent iemand dit? Is dit wat? Ik ben wel heel benieuwd om dit te proberen. Dus ook wat meer bamboe bio, weet ik veel. Ja, ik ben hier wel benieuwd naar eigenlijk. Iemand ervaring mee? Let me know. Heb jij je kerstoutfit al paraat en die voor je kids? Ik vond daar aan hem wat echt veel leuk spul hangen, maar ik vind dan... Sommige dingen ook wel overprijsd. Ik zag bij de Wii een colbert jasje voor Nout in groene velvet kleur voor €60. Nou, dat vind ik echt helemaal te zot. Dus daar ga ik voor naar Vinted. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ochtend, vroeg. Nou ja, vroeg, 8:45 of zo. En ik sta op het punt om even met de jongens naar de winkel te gaan. Weet je nog dat ik vorige week zei, nu hebben we alles in huis. Nou, de ranja is op en de kaas. Nou, de ranja is hier natuurlijk wel echt een wereldramp, want dat drinken ze de hele dag. Dus we moeten naar de winkel, dat gaan we nu eerst even doen. Maar die jongens hebben nog geen gel in, daarom liep ik naar de gang om de gel te pakken. Wat ben je? Gaan wij even ranja halen? Ja. Ranja. Heb je er geen zin in vandaag? Er moet toch een beetje gel in, hè? Zo, klaar. Ik kan ook eens doen. Tuurlijk. Ja, doe maar. Nee, ik heb al een gel in. Doe maar in je eigen haar. Nee. Zal ik je helpen? Ja. Goed zo.
En Nout heeft vandaag de nieuwe trui aan van de H&M met de rode blouse eronder. Hoe leuk staat dit? Ik twijfel nog een beetje of ik hier naar de plus ga. Of dat ik naar de Lidl rij. Maar voor de Lidl moet ik echt weer een stukje rijden. En heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. Dus ik denk dat ik hier gewoon even naar de plus ga. Verder hebben we niet zoveel op de planning vandaag. Vanmiddag komt als wel heel leuk. Komt er weer een selfie bestelling binnen. Tweedehands kleding voor mij. Daar ben ik echt heel enthousiast over. Dat wordt hier thuis bezorgd. Dus die gaan we samen unboxen. Maar verder hebben we niet zoveel op de planning. En verder zit mijn haar heel strak. Maar ik had echt geen zin om er iets mee te doen vanmorgen. Ik dacht, het is mij allemaal wel best. Kijk trouwens even deze cute airs oorbellen. Die komen van Temu. Echt heel budgetproof. Ik zal even een linkje in de bio zetten. Want ondanks dat ze budgetproof zijn, zijn ze wel echt steady. Echt vet blij mee. Nou, het valt mee. Maar toch ook niet. Ik kom altijd met meer thuis, hè. Iemand opperde wraptaart als avondeten onder mijn vorige video. Dat lijkt me heel erg lekker. Dus dat gaan we maken. Luiers heb ik nog niet op, maar het einde komt wel in zicht. Dus ja, dat was meer een... Oké, ik heb het nu niet nodig, maar later wel. Melk, ranja, koffie, eieren, vleeswaren, nog meer vleeswaren. Nou, die wou deze graag. Prima, doen we. Billendoeken had ik nog wel wat op voorraad, maar ook niet heel veel meer. Kaas, vaatwassertabletten. Ik heb vanmorgen letterlijk de laatste gebruikt, dus ik grijp niet mis. Dat vind ik chill. En krentenbollen voor Mr. Morris, want die wordt daar heel erg gelukkig van. En ik had dit dus al een tijdje in mijn auto liggen. Maar hiermee kan je zeg maar een kabouterhuisje maken. En ik vond het echt te cute. Dus ik dacht, dat gaan we onder de kerstboom doen. Allemaal schattige dingetjes. Hier, inimini klompjes. Hoe cute. En ik kocht dit bij Sustraine Grenen. Ik weet nooit zo goed hoe je dit uitspreekt. Maar ik kan het je wel zeggen, maar het is compleet uitverkocht. Dus ja... Maar goed, we gaan het even opzetten onder de kerstboom. En dit is echt een zwaar materialistische uitgave en totaal onnodig, maar ook wel weer zo leuk. Ik vind die kerstsfeer in huis echt gezellig en fijn. De lampjes, al het rood, al het groen, ik hou ervan. Oké, ik heb de muur een beetje schoongemaakt. Best wel veel schoongemaakt. En kijk hoe cute. Sorry voor de gore muur als je eraan gestoord hebt, maar blijkbaar moeten we nodig verven. Maar kijk hoe schattig. En ik heb een abonnement genomen en Stef ook op Parfumado. No spon. Ik weet dat ze wil sponsoren. Is niet gesponsord. Maar gaan we even samen unboxen. Ik ben heel benieuwd namelijk. Nou, weinig spannend aan. Het zit gewoon zo in de doos. Maar het is dus een abonnement. Krijg je ook maand parfum opgestuurd. En dan kun je ja, andere merken en geuren proberen. Ik ben hier echt benieuwd naar. En ook hoe dit gaat bevallen. En ik had een welkomstcadeautje. Ik heb twee geurtjes gekregen. Hier zit geen case omheen. Maar wel nog een lekker luchtje. Hallo, daar was ik weer. Het is inmiddels 8:30 en ik heb precies niks gefilmd vandaag. Alles liep in de soep. Alles ging fout. Ik was YouTube-video's aan het opnemen. Ik wou reelsjes maken, TikToks maken. Niks lukte. Alles mislukte. Nou. Het was een topdag. Maar goed, ik wil nog wel even mijn selfie-bestelling met jullie uitpakken. No spon, zelf betaald. Ik ga even de doos halen. En het is weer een grote. En vorige keer heb ik dit ook gezegd. Mijn selfie is tweedehands kleding, merkkleding vooral. Niet het allergoedkoopst. Ik denk als je gaat speuren of vindt het, dat je goedkopere prijzen kan vinden. Maar het is wel, qua kwaliteit kun je gewoon heel goed zien wat je koopt. En dat vind ik chill. Ik heb 3 jurkjes en 5 truien. Ik ga eerst de trui aanpassen. Dan doe ik even een panty aan. En dan gaan we die jurkjes ook passen. Ik ga gewoon voor de full package, jongens. Dit is het colletje. Hij is wel een beetje see-through. Vind ik jammer. Maar ik ga wel even meteen kijken wat het kost. Ik was in totaal 92,50 kwijt. Dit colletje was 3,50 euro. Er staat geen merk bij. En het vestje wat ik er overheen doe is van Naked en was 12 euro. En dit is hoe ik het bedacht had. Ik heb natuurlijk nu een cognackleurige broek onder. Dat staat niet mooi. Maar kijk, het vestje heeft dus heel mooi parel knoopjes. Dit is toch cute? Ik vond het heel leuk en vooral lekker warm. Deze trui ben ik zo excited over. Was 18 euro? Ja, 18 euro. Kijk even hoe fantastisch die kraag is. Ik snap, 18 euro H&M is niet goedkoop. Of niet goedkoop, het is ook niet duur. Maar het is ook zeker niet goedkoop.
Maar ik wist gewoon, dit ga ik heel veel aantrekken. Ik hou van parels. Ik hou lekker van het een beetje oversized. Zeker in de winter. Lekker warm, lekker cozy. Ik kom er net gewoon achter dat de H&M trui, daar zit het kaartje gewoon nog aan. Dus die is gewoon helemaal nieuw. €25. Daar heb ik 18 voor betaald. Ja, dat zijn de deals, hè. Dat zijn de deals. Next is deze trui van de H&M. €14. Ik vond het kraag, wederom, kraag heel erg leuk. En zoals je kan zien zijn het voornamelijk warme truien. Ik merkte dat ik veel colletjes had en shirts, maar weinig. En blousjes, maar weinig echt warme, warme truien. Dus ja, deze vond ik helemaal leuk. Het is een soort diepgroene, grijzige kleur. Het is meer groen, diepgroen is het. En de laatste in de categorie truien. Hier kun je niet omheen. Ook van de H&M. Deze was €7,50. En ik heb blijkbaar iets met parels deze shoplog. Want deze heeft dus ook helemaal een parel effect. En ik heb dus heel veel van die losse kraagjes. Zeg maar witte kraagjes voor eronder. Weet je wel, van die halve dingen die je... Zulke dingen. En ik dacht, dat is leuk. En dit is ook wel lekker kerstig. Voor als ik kerstcontent wil filmen, maar ook gewoon als ik me in kerststemming voel en toch comfy wil zijn. Ik vond de kleur wel heftig, maar daardoor ook juist wel weer leuk. Dus ja, nu ga ik even een panty aan doen, want dan kan ik de jurkjes even aantrekken. En ik blijf met dit soort dingen toch echt een beetje gierige Gerda. Geld uitgeven voor mijn kinderen geen probleem, maar voor mezelf probeer ik toch altijd een leuk deeltje te scoren. Dit was een basic, of is een basic jurkje. In een donkerpaarse bedo-rode kleur. Niks meer aan basic jurkjes. €14. Ik dacht lekker met een vest erover. Een booty eronder. Altijd leuk. En dit is een Josh 4 jurkje. En hij voelt heel kort. Kijk, hij heeft dus ook echt die mooie Josh 4 buttons. En ik dacht, weet je, dit is wel een leuk jurkje voor date night. Of voor, weet ik veel, een of ander kerstfeest. En main reason waarom ik hem gekocht heb, hij is Josh V en hij was €7,50. Ik blijf mezelf er ook maar telkens aan herinneren dat ik net de 30 ben gepasseerd. Dus dat ik dit soort dingen nog prima kan hebben. En als laatste kocht ik nog dit jurkje voor €8,50. Is erg kort en erg strak. Maar wederom lekker met een oversized vest eroverheen. Een booty erover of eronder. Ik vind dit soort dingen altijd heerlijk. En ik grijp ook vaak naar dit soort basic jurkjes in de winterperiode. €92,50 voor 5 truien en 3 jurkjes. Ik vind die gek. Go check them out. Hallo lieve mensen. Ik zie er niet uit, maar het is vandaag donderdag. 5:10. En leven is hectisch, jongens. Ik merk dat de kwaliteit van de vlogs iets wat naar beneden loopt. En dat komt gewoon omdat er privéomstandigheden zijn. Niet bij mij en Stef, gaat allemaal goed. Maar wel in de familiesferen. En ik voel niet de drang of de noodzaak daar inhoudelijk iets over te delen. Maar wel om het te zeggen. Omdat het gewoon... Ik denk gewoon niet aan de camera. Ik heb andere dingen waar ik mee bezig ben. Dus ja, dat gezegd hebben, dan moeten we natuurlijk wel gewoon avond eten. En een van jullie opperde om een keer wrap taart te maken. En dat leek me super leuk. Ik heb allemaal recepten gevonden. Maar ik ga gewoon freestylen met dat wat ik heb. Ik heb nog paprika, ik heb ui, ik heb gehakt, ik heb courgette. Dat. En dan gaan we lekker even een wrap taartje maken. Ik heb het nog nooit gemaakt. Dus ik ben heel erg benieuwd. Let's go. En het is natuurlijk heel erg irritant als iemand zegt dat er privéomstandigheden zijn. En vervolgens niet gaat uitleggen wat die privéomstandigheden zijn. Maar goed, je hoort het al. Het woordje privé, dat hou ik even aan. Dat voelt voor mij nu beter. Maar goed, iedereen kent wel de situaties dat je gewoon het leven en alles wat daarbij komt even keihard in je schoot geworpen krijgt. En ja, dat heeft mij deze week en vorige week zeker beperkt in het maken van vlogs. Maar goed, we maken nu lekker wraptaart. Ik had nog van allerlei verse dingen in huis, dus hier ben ik dat een beetje aan het opsnijden. En ik had gehakt in de pan gedaan met knoflook, paprika, peper en zout. Paprika als in de kruiden paprika. Ik doe er ook verse paprika doorheen, zoals je kan zien. En ik had nog een bakje met crème fraîche in de koelkast staan, die ook op moest. Dus ik dacht, ja, wraps en crème fraîche gaan over het algemeen goed samen. Dus die heb ik nog weer toegevoegd in de lagen die ik zo ga bouwen. Oh ja, en hier voegde ik ook nog een lepel pesto toe, puur als smaakmaker.
Nou, de webs waren een beetje klein voor de taartvorm. Ik dacht, nou, dit gaat nooit passen, maar ze waren dus uiteindelijk te klein. Ik kan dus gewoon normaal grotere webs gaan gebruiken. Maar goed, dit werkte ook prima. Soms gewoon even roeien met de dingen die je hebt en alsnog een heerlijke maaltijd op tafel zetten. Iedereen heeft er goed van gegeten, zelfs Morris. En dat is eigenlijk de moeilijkste eter, of in ieder geval, die trekt het snelst zijn neus op, zo zeg je dat toch. Maar die zat hier ook gewoon lekker van te zwullen. Wel met een beetje appelmoes erbij, dat moet ik eerlijk toegeven, want het is natuurlijk best wel kruidig. Maar goed, wel lekker een bordje weggegeten. Dit was het eindresultaat, lekker die kaas erop. Dit was zonder de zijkant van de taart. Vorm en hier zie je een beetje de laagjes. Lieve mensen, we hebben heerlijk gegeten vanavond. Zelfs Morris heeft echt heerlijk gegeten in de webtaart. Echt een aanrader, zeker een keer maken. En ik ga de vlog hier afronden. Ik wil je weer bedanken voor het kijken en ik zie je graag de volgende keer weer.